memories you gave me. Take one fresh and tender kiss. Dit is het. Beverwijk. 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 Noem mij dan in 2-3 woorden wat er leuk is aan Beverwijk. Nou, het is een gezellige plaats. Je bent in dezelfde regen gereden. Je bent dezelfde regen gereden. Even nog over Barcelona. Ja. Lekker makkelijk voor jou, want het is van jou bekend, hè? Zult de mensen even uitleggen? Zult de mensen even uitleggen? Leg jij het even uit? We mogen iedere week tossen. Ja, jij bent aanvoerder, dus het is kop of munt. Ja. Het is meestal kop. Nou, dan valt hij vaak op kop. Ja. Dan mag ik kiezen welke helft ik neem. En dan kies ik altijd de helft contra van waar de advocaat zit. Hier zit Dick, daar speel jij. Ja. Linksachter. Mm-hmm. Dus dan speelt PSV altijd van links naar rechts. Van links naar rechts. Waarom wil je dat? Want jij wil... Nou, dan heb ik de eerste 45 minuten heb ik het wat rustiger. Want anders zit Dick in de eerste helft. Anders zit de eerste helft alleen maar de toeter en speel vaak dan langs de dugout. Ja. En dan krijg ik natuurlijk alles voor me kiezen. Juist. Dus dat heb ik, ik denk, nou, laat slim wezen, laat gewoon de eerste helft aan de andere kant spelen. Dick zit op de tribune tegen Barcelona, dus jij kan tossen wat ik kan wil. Tossen wat ik wil. En we zullen het voor het eerst meemaken waarschijnlijk. PSV start van rechts naar links. Van rechts naar links. Het zal heel erg vreemd zijn in het stadion, maar het kan gebeuren. Hij zal er weer niet blij mee wezen dat ik dit gezegd heb, maar... Nee, Dick niet. Nee, hij zal er niet blij mee wezen. Looks the same. Stel mij even voor, Arthur. Nou, we gaan maar. Dit is mijn moeder. De moeder van Arthur. Ja, dat vind ik nou leuk om hier te doen. Dag Marjan. Hallo. Goed zo. En dat is mijn vader. En dat is je vader. Ja. En die heet? Welkom. Hans. Hans? Ja. Wat gaan we eten, Arthur? Prutje. Prutje? Down the road I look and there... Bonen, champignons, paprika. Nee, dat is wel lekker, prutje. Ja. Hier ben jij geboren? Hier ben ik geboren, ja. Waar is jouw slaapkamer dan? Ik heb daar met mijn broertje boven op zolder geslapen jaren. Dat raam zit helemaal daar op het dak? Het zit op het dak. Heb ik hier toch ineens weer een bal uit? Ja. Je weet wat, hoe gaat het? Ik weet zeker waar het is. De cirkel moet? Ja, hij moet weer rond. Juist, maar... Nou ja, dat zal moeilijk worden. Wat wil jij hier vandaan nou schieten? Misschien vanaf het dak? Dan krijgen we die vertoning weer, weet je wel. Nou. Je bent... Kan er wel... God, je hebt er wel schone... Ik kan... Jezus, Arthur! Ik heb net je nog mijn compliment. Alles is schoon, maar zult u niet zo. Ja, vijf, hoeveel? 75 kilo. Ah, ja, nou, kom op dan. Naar die onderrug. Ben je er? Ja. Oh, yes. Oké. Ja, Arthur, ik ben er. Ja, ik zie het, ja. Jezus, wel een raam. Hoe moet ik hem zo open laten staan? Wat moet ik nou? Ja. Ja. Ik zie de bal links, rechts, overal. Hier. Dan moet ik helemaal naar de andere straat. Dit doe ik maar één keer hoor, Arthur. Het is geen werken zo. Nou, kom op, Arthur. Oh! Yes! Top! Top! Hij is rond. De cirkel is rond. Since you've been mine.